bloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. Opa Jaap maakt vlogs voor de jeugd. Hij belt regelmatig het hoofdkantoor van YouTube. Ja, nee, ik wil alleen weten hoe ik hoger in de zoekresultaten kom. Kan iemand mij dat vertellen? Nee. Nee, ik blijf gewoon wachten tot het iemand mij kan helpen. Hallo? Yo, 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 yo. Hier is hij weer. Opa Jaap. Opa! En vandaag ga ik het hebben over... Wat is dat stukje weer? Oh ja, op je mobiel kijken. Je hoort je ouders altijd zeggen van... Leg die telefoon nou eens weer. Je mag vandaag nog maar 1 uur op je mobiel kijken. Waar bemoeien die mensen zich mee? Get a life, weet je wel. Daarom vandaag mijn tip. Hoe kijk je stiekem op je mobiel? Wat? Serieus? Ja, let's go. Je pakt een boek, een dik boek... huiswerkboek van vorig jaar. Dan leg je in het midden je mobiel. Dan trek je een lijn om je mobiel heen. Dan pak je een liniaal en een scherp mes. En dan sta je best wel diep door die bladzijdes heen. Pas op de vingers. En dan haal je dit eruit. Nou, dan gooien we dit weg. In de prullenbak. Eentje onderop, anders valt het op. En dan pak je je mobiel, leg je erin. Zo. En dan kan je lekker filmpjes kijken. En laat je moeder nou maar binnenkomen. Ja, wie, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn huiswerk aan het maken, mama. Je huiswerk, dus je zit niet op je mobiel? Nee. Oh. Oké. Gaat het goed? Ja, gaat heel goed. Oh, nou. Oké, dan. Ja. Ga zo door. Werkt gegarandeerd. 100%. Nu kan je lekker je Insta checken of TikTok of filmpjes kijken van opa. Ja. Ja. En je moeder denken dat jij je huiswerk maakt. Vond je dit een goede tip? Zet dan even je dikke duim omhoog. Bedankt, hè. See you later. Groetjes van opa. Ja. Vlogmeisje Jaylin heeft al 14 volgers. En dan ben je al gauw een bekende Nederlander. Ja, ik ben het inderdaad. Jaylin van de vlogs. Jullie keken stiekem naar mij, toch? Willen jullie een handtekening? Niet zo verlegen. Het mag, hoor. Het mag. Kom maar. Niet zo bescheiden. Ik vind het echt niet erg. Hoi, hoi. Dit is Jaylin. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mezelf opmaak. Ik krijg van heel veel van jullie altijd de vraag... Lin, hoe kom jij toch aan die natural look? Welke make-up gebruik je? Welke merken? Etcetera. Dat ga ik jullie vandaag laten zien in mijn make-up vlog. Yay! Goed, je begint natuurlijk altijd met de foundation. Maar die heb ik al op, dus die stap sla ik even over. Daarna ga ik over op de blush. Ik gebruik altijd de Coral Blush van het merk Bliddy. Ik hou heel erg van roze, zoals je weet. Dus ik doe lekker veel, lekker dik zo op mijn wangetjes. Maakt je lekker jong en fruitig. Dan de ogen. De ogen zijn onwijs belangrijk. Ogen zijn wel gewoon de strijders van de ziel, weet je. Die moet je mooi opmaken. Die maak ik lekker licht. Die doe ik hierboven. Zo. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Jason, voor je vlog van vandaag heb ik deze trui uitgezocht. Wat vind je? Die is echt niet cool, man. Dit dan. Oranje is zo niet meer dit seizoen. Deze dan. Toch? Deze is goed. Die heb ik zo vaak aangehad. Ben ik een zwerver of zo? We moeten gewoon nieuwe kleren gaan kopen. Jason, we gaan geen nieuwe kleren kopen. Je hebt genoeg. Ik wil nieuwe kleren kopen. Oké. We gaan kleren kopen. Kom, we gaan. Hallo kijkers, ik ben Jason, 2 jaar, de jongste vlogger van heel Nederland. En ik ben weer in de buggy met mijn mama. Hi! Vandaag ga ik jullie meenemen naar de Mama, hoe heet het ook alweer waar naartoe gaan? De consultatiebureau. Vandaag gaan we naar de concentratiebureau. En mama zei dat het superleuk is, want daar heb je heel veel speelgoed wat wij mee gaan spelen. Nou, gaan jullie mee naar de confilatiebureau. Hallo, jij bent zeker Jason. Natuurlijk ben ik Jason. Ken je me niet van mijn vlogs? Ik ben heel bekend, hoor.
Jason mag eerst even uitgekleed worden en dan gaan we Jason wegen. Sa, die chick vraagt gewoon of ik mezelf in me uitkleed. Peter! Auw! 84 centimeter, hartstikke mooi. Ik ben supergroot, gek! Mag je even op de weegschaal gaan staan? Wauw! 11,1 kilo! Ik ben vet zwaar, jongen! Zo! Hallo, ben jij Jason? Ja. Kom maar mee. Kijk eens, Jason, kan jij van deze blokken al een toren bouwen? Natuurlijk, kijk dan. Het is gewoon vet makkelijk, deze test. Kijk, zo doe je dat. Ga ik even deze bril bij je opzetten, mag je een paar plaatjes opnoemen. Wat is het voor spacebril? Vet cool! Even kijken hoor. Appel, rondje, vierkant, appel, huisje. Goed zo. Ik zoom gewoon in met mijn mobiel. Echt vet handig hoor. Oké, en dan gaan we vandaag ook even de vaccinatieprik geven. Wat? Prik? Wat de mama? Nee! Ja, Jason, je krijgt een prik, maar het is maar heel even. Oh, nee, nee, ik wil geen prik. Oh, dit is zo vet oneerlijk, hè? Ik zweer het, jij blazert de boel, hè? Jij hebt me gewoon hierheen gelokt met spelletjes en spacebril. Ik heb ook rechten, ik doe het niet. Jason, even stilzitten. Mama, laat me los. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Ik ga weg, ik ga terug bij papa wonen. Jason, Jason, Jason! Ik ga toch geen prik krijgen. Ik ga lekker naar buiten mezelf gaan stoppen. Dikke duim omhoog. Tot later. Oh, ik heb helemaal geen broek aan. Goh, ik sta in mijn luier. Oepsie. Werkloze operazanger Tony zou heel graag bekend willen worden door zijn vlogs. Alsjeblieft. En had u de bon erbij gewild? Nee, bedankt. Ik hoef geen bon. Nee, bedankt. Ik hoef geen bon. Ik neem hem niet mee. Ik ben zanger. Kijk dus. Ik sta ook op YouTube. Dag. Dag. Boeja. Weet je wat het is? Ik heb geen goede moves. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten. Ze kan het niet laten. Yeah. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? En ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Hey, 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 hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, 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 hey. Ik voel me sexy als ik dans. Gamevloggers Ans en Johan nemen het vloggen heel serieus. Ans, waar je met je haar gedaan? Geverfd? Ja, dat zie ik. Is het een grap? Nee, Johan, dit is personal branding. He, als je succesvol wil zijn als vlogger, dan moet je ook een beetje aan je imago werken natuurlijk. Met blauw haar? Ik ga niet met jou zo zitten vloggen, sorry. Dan verf ik het wel weer in mijn eigen kleur, Johan. Ja. Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Ans en Johan en het is weer Memory tot 12 uur vannacht. Ja, en ik heb de vorige keer natuurlijk knetterhard gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd of jij die revanche pakt bij de kladden. We gaan het zien, Johan. Even kijken hoor. Ja. Ik heb hier een doedelzak en een piano. Wacht even, Ans. Daar zit hier een mug. Ah, Johan, laat die mug. We zijn live. Nee, ik ben al geprikt. Ik voel jeuk hier. Ach, die jeuk die moet je gewoon negeren, Johan. Speel het spel verder. Nee, ik ga hem eerst doodslaan, anders kan ik me niet concentreren. Nou, neem de camera mee, want dan kunnen we gewoon doorspelen. Sorry hoor, kijkers, maar ja, de muggen moeten altijd Johan hebben. Ja, op zoek naar de elektrische vliegenmapper. Wij waren laatst op vakantie, yes. Gingen we slapen in onze onderbroek zonder deken. Wat denk je? Had Johan 30 muggenbulten en ik niet één, nul. Daar geloof je toch niet? Maar dat komt ook omdat zijn zweet net wat meer stinkt. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik, hè? Johan, kom je, het is jouw beurt. Mensen zitten te wachten. Natuurlijk, want the game must go on. Ja? Ja, ik heb hier een piano en een harp. Och. Wacht. Ik hoor hem. Ja, daar zit hij. Wat is? Daar zit hij. Wacht even. Hier. 1, 2. Oeh. Oh, Johan! Och, je sloopt mijn hele vaas. Die heb ik nog van Gerda van de struik gekregen. Oh, dat vind ik heel erg. Ruim het maar op en koop maar een nieuwe. Ik wil precies dezelfde. Sorry, Ans. Ja, sorry, Ans.
koop ik natuurlijk niks voor. Ik ga weer draaien, lieve kijkers. Ja, ik kom niet. Ik heb hier een harp en ik heb een dwarsfluit. Oh, wacht. Ik zie hem. Johan, kom nou hier. Hij zit hier. Hij zit hier. Oh. Oh. Johan! Och, je verstoort hier de hele memory vlog. Heb het in de gaten? Ja. Meekomen. Schiet op, jij. Wacht. Wat is er? Alles. Wat? Stil blijven zitten. Wat dan? Hij zit op je achterhoofd. Waag het niet, Johan. Niet op mijn hoofd slaan. Ik wil geen schok van een enge ding. Blijf stilzitten, jij krijgt geen schok. Ik pak hem zodra hij opstijgt. Vredesnaam, Johan. Doe voorzichtig. Doe voorzichtig. Ah! Sorry, kreeg jij een schok? Oh, ja, maar het gaat wel weer. Heb je hem nou gevangen? Ja, en of ik hem gevangen heb. Hier. Hier hebben we hem. Morsdood. Nou, kijkers, we kunnen weer verder. Ja, kijkers, dat vind ik natuurlijk wel leuk en ook wel spannend dat die jager in Johan en Ene zo loskomt, hè? Ja, goed. Nou, dan ga ik eens eventjes hier een piano omdraaien en eens even kijken. En nog een piano. Hoppa! Zo, lieve mensen, gewoon blijven kijken, want Johan en ik zitten hier nog tot 12 uur nacht, hè, Johan? Ja. Reviewer Martin bestelt dagelijks spullen voor zijn vlogs. De pakketbezorger ziet hij dan ook elke dag. Hey, alles goed? Ja, alles goed. Ja, ja. Vandaag 2 pakketjes Mooi voor zo. Je. Ik heb ook wat voor jou. Oké. Ik heb een sticker laten maken voor je saaie auto. Ik dacht, dan kan je reclame voor me maken. Dat is leuk. Die ga ik op de deur plakken. Toch? In dezelfde kleur. Helemaal over nagedacht. Nee, ik weet niet of dat... Jawel, dat weet je wel. Kijk, ik plak hem erop. En dan zuig je dat... Een beetje onderuit. Kijk nou hoe mooi. Blij? Ik ben blij. Ik ben blij met jou. Fijn. Dank je wel. Hartstikke leuk. Oh, bijna mijn pakketjes vergeten. Dank je wel, hè. Tot morgen. Ja, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Martin's Review. Vandaag hebben we een... boodschappentas. Nou, het bijzondere aan deze tas is natuurlijk de vorm. Het is een soort halve bol. En als we kijken naar het design, dan zien we leuke visjes. Nou, we gaan hem eens uittesten, eens kijken hoeveel erin gaat. Het is een ruime tas, dus je kan echt een gezinsboodschappentas. Dus er gaat best wel heel veel in. Kijk, hier, wat gaat er allemaal in? Toen gauw 5 krentenbollen, bananen, ontharingscrème. Wat zit erin? Nou, het lopen gaat prima. Ja, je moet hem alleen natuurlijk niet te dicht bij je been houden, want dan moet je het er allemaal weer in je tas gooien. En als je haast hebt met boodschappen doen, is dat natuurlijk niet echt heel handig. Ja, dan wil ik het even hebben over de prijs. 9,95, dat vind ik redelijk. Zeker omdat er zo'n prachtig inklapsysteem ingebouwd zit. Samengevat, de conclusie. Ja, de voordelen. Een mooie, trendy tas. Er past heel veel in. En je kunt de tas inklappen. De nadelen zijn dat die soms tegen je been botst. Nou, dat was het weer. Leuk, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te klikken op dat duimpje, hè. Dag. Geert Bakker ziet overal een complot in. Hij vertrouwt zelfs geen appeltaart. Dus jij wil mijn eigen gebakken appeltaart niet opeten... omdat je denkt dat daar een chip in zit. Juist. En jij denkt dat ik met die chip jouw gedachten kan besturen. Ja. Was het maar waar. Dan zou ik je eindelijk kunnen afhelpen van die waanideeën. Hallo mensen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de tandenvee. Zoals jullie weten, althans, dat is wat onze vaders en moeders ons vertellen... is dat als je een tand kwijt bent, dat je die dan onder je kussen kan leggen... en dat de tandenvee die tand komt ophalen en daarvoor in de plaats een muntje legt. Nou, dit kan misschien gek klinken, maar ik zet daar vraagtekens bij. Sterker nog, ik zie het als een complot. Ten eerste, de tandenvee is ongeveer zo groot, 1 centimeter of 10... als ik afga op plaatjes die ik op internet heb gevonden. De vraag is natuurlijk, kan een tandenvee een kussen met een zwaar hoofd erop optillen... Dat kan niet. Het is gewoon zeer onwaarschijnlijk. Dat is gewoon veel te zwaar. En dan de muntjes. Hoe komt een vee van 10 centimeter aan zoveel muntjes? Ik bedoel, als ze al een bankrekening heeft, je kunt geen muntgeld pillen. Dus dat betekent dat ze heel vaak naar de winkel moet om te wisselen bij de kassa.
Dus in uw winkel is nog nooit een tandenvee langs geweest om geld te wisselen? Ook geen andere vliegende wezens van ongeveer 10 centimeter? Nee? Oké, bedankt. Dit was al de 10e winkel die ik belde. En geen één heeft ooit een tandenvee gezien. Merkwaardig. Wat ik nu ga doen, schrik niet. Ik ga een tand uittrekken. Die ga ik vanavond onder mijn kussen leggen. En dan ga ik filmen met een verborgen camera. Momentje. Kijk, dit is mijn tand. Het is nu avond. Ik heb hier een verborgen camera. Die ga ik nu installeren. Zo, de camera staat goed zo. Dan gaan we de tandenvee op hete daad betrappen. Tot morgen. Ik ga nu de beelden terugkijken. Dit is mijn slaapkamer. Ik lig hier te slapen. Het is 1 uur 's nachts. Nou, daar gebeurt wat. De deur gaat open. Is het de tandenvee? Wat is dat? Het is mijn eigen moeder. Mijn eigen moeder legt daar een muntje neer. Zij zit in het complot. Kijk, ik ga haar nu confronteren. Mama, jij hebt dat muntje onder mijn kussen gelegd. Geef me toe, ik heb het gefilmd. Geef toe. Nee, hè. Met je leugens over de tandenvee. Het is één groot complot. Natuurlijk was ik dat. Alle vaders en moeders doen dat. Ik wist het, mensen. Maar dit fabeltje is afgerekend. Dit is waarom ik dit werk doe. Kinderen, ik roep jullie op. Ontmasker je ouders. Wij zullen niet stoppen. De familie Kik vlogt elke dag over hun leven. Maar de kinderen hebben er niet altijd zin in. Pap, mam, ik heb het gevoel dat ik gebruik word voor jullie vlogverslaving. Volgens mij is het kindermisbruik. Hoor dan, kindermisbruik. Hey, zeg dat nog eens. Oh ja, dat is een goeie voor een vlog. Zeg eens, zeg maar, ik word misbruikt. Zeg dan. Zeg dan. Doe maar. Zeg maar. Zeg dan. Die gaat werken hoor, hé. Hey. Wow, kikkertjes! Wij zijn de familie Kik! En vandaag gaan we een videoclip maken! Wow, videoclip! Yeah. Ik ben zo super trots, het wordt zo ontzettend goed! Het wordt verschrikkelijk. Verschrikkelijk goed, ja. Ja! Mag ik alsjeblieft niet in beeld? Daisy, dit is jouw moment om ontdekt te worden. Jij wordt de nieuwe Billie Eilish. Het wordt sowieso een hit. Ja. Sowieso! Laat even weten wat je ervan vindt. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Minstens! Wow! Yeah. Wij zijn de Kikkertjes, de vlogfamilie Kik. Wij maken leuke vlogs voor jou. We doen pranks en challenges, druk maar snel op like. En abonneer je maar heel gauw. Michael is heel grappig. Ja, hij maakt grap na grap. En kijk nou naar die Jessica. Is zij niet reuze knap? En dan Delano en Daisy, die doen gezellig mee. We maken samen leuke vlogs, ja wat een goed idee. Wij zijn de Kikkertjes, de vlogfamilie Kik. We maken leuke vlogs voor jou. We doen pranks en challenges, druk maar snel op like. En abonneer je maar heel gauw. We zijn de Kikkertjes, de vlogfamilie Kik. We maken leuke vlogs voor jou. We doen pranks en challenges. Druk maar snel op like en abonneer je maar heel gauw. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlog zacht.